Via een anonieme tip wordt in juli dit jaar een drugslab opgerold in Terschuur. Als het aan meldmisdaad anoniem ligt, komen er in de toekomst meer tips uit de buitengebieden. Want juist hier neemt het aantal criminele drugslabs toe. We zien in de praktijk ook dat ze echt boeren benaderen om hun schuur te verhuren, een leegstaande schuur. De agrarische sector heeft het niet makkelijk. En dan kan het heel aantrekkelijk zijn om ja te zeggen tegen de grote sommen contante geld die daarmee gemoeid zijn. Onder meer deze campagnefilm moet ervoor zorgen dat boeren de gevaren kennen. Als je eenmaal ja zegt, dan is het ook heel lastig om daar uit te komen. Het zijn doorgewinterde criminelen. Ze schuwen ook geweld, intimidatie en zelfs het gebruik van vuurwapens niet. En we kennen echte verhalen van boeren die 2-3 maanden daaraan meegewerkt hebben. En dan zeggen, weet je, ik wil ermee stoppen. Maar ja, dan is er op dat moment geen weg meer terug. Je bent dan ook chantabel en dat weten de criminelen heel goed. In de eerste 9 maanden van dit jaar is er in Gelderland 47 keer gebeld naar Meldmisdaad Anoniem over de productie van drugs. Dat is meer dan voorgaande jaren. We kennen allemaal de verhalen van het drugsafval wat gedumpt wordt in het land van boeren. Wat geloodst wordt in sloten of in het riool. Dus dat raakt boeren ook echt persoonlijk in hun eigen omgeving. Dus het belang als zij informatie hebben over dit soort vormen van criminaliteit, om dat te melden, ja, dat is er wel degelijk.